Ja, dit is nieuwsuitzending nummer 151. En dit is alleen maar een korte reactie op een commentaar dat ik gekregen heb over mijn uitzending over Marianne Vaatstra en daarvan nummer 1. Daar heb ik 525 kijkeraars op gehad. 4 upjes en geen downjes. En ja, je kan het werk zelf gaan lezen of bekijken. Het is een pdf van het requisitor van Henk J. Maus. Hier gaat het mij om. En hier wil ik er echt iets over zeggen. Als ik hem groter kan krijgen. Iets te groot, denk ik. Zo dan. Ik lees hem eerst even voor. Deze reactie is van Simply Limbo. Die is van 7 dagen terug, of een week geleden. En hij zegt: ik ben ermee gestopt na 10 min. Punt. Deze tekst bedoeld geweest om op te lezen. Iedereen met een half verstand weet dat DO en dan quotejes, jij betekent de. En tussen enkele quotejes, haar fiets is gewoon wat hij zegt dat hij zag. Dit gaat er even niet om of het haar met hoofdletters persoonlijke fiets is. Als ik jou zie rijden op een gestolen scooter en ik sla jou er met een ijzeren pijp van af. Hier kom ik op terug, hè? Daar hou ik niet van. Dan kan ik ook zeggen, tussen enkele quotejes, ik zag iemand rijden op zijn scooter. Quotejes sluiten, haakje openen, spatie, kan een hoofdletterscooter, comma, ens. En er staat geen punt achter, dus hij bedoelt hier gewoon ens. Haakje sluiten, zonder dat hij er een spatie voor zet. In elk geval, je loopt zoveel onzin erbij te halen, dat ik dit nog wel een keer kijk als ik knetter stoned bent. Bent, hè? Dus je kan knetter stoned zijn, hè? Of knetter stoned ben, maar hij heeft het over bent. Zoals jij aan die aansteker te horen. Ja. Kijk gewoon Wim Dankbaar zijn video. Dit staat fout, daar komt ze daar op terug. Zijn video, dan ben je sneller en alles is coherent en feitelijk. No offense. Dus, niets ten nadele van jou. Maar deze aanpak heb ik weinig mee. Nou, dit noem ik braakpraat. Je hebt hate speech. Haatspreek. Dit is braakpraat. Ik ga dit eventjes ontleden. Ik ga dan eventjes voor jullie even kijken of deze meneer dan nog een beetje een kanaal heeft of zo. Simply Limbo. Wat heeft die man allemaal? Nick Space, Wim Dankbaar, 3000 dingen, Killer Raging Humor, View All, laten we dat maar even doen. Ganja Gardening, even kijken wat het is hoor, maakt er niet uit. Wat is dit dan? Zo, typisch weer iemand die dus geen statief gebruikt. Je ziet iets geks, maar je gaat de hele tijd lopen friemelen aan je afstandsbediening en zo.
dan gaan we inzoomen. En wat zien we hier? Ja, ik zie geel, blauw en grijs. Ontzettend overtuigend. Ik denk dat ik hier de Heilige Geest... Oh, dan gaan we weer uitzoomen. Nu gaan we natuurlijk... dat lijkt de fucking Apollo wel, man. Oh, dan hebben we hier weer een chemtrail. Ja, en dan gaan we weer uit en inzoomen. Ja, natuurlijk, ja. Mooie dingetjes erin. Ja, het zal wel. Het is natuurlijk ontzettend gek. Dit soort dingen zijn er inderdaad in de atmosfeer, maar... Moet je dit dan zo opnemen? Ja, nou misschien wel. Misschien was dit wel het beste. Ik denk dat het er wel vanaf een statief is gedaan. Nou, je hebt een mooie, rare atmosferische verkleuring. Dat zonder meer. En die chemtrails die zijn er, dat weet ik ook wel. Hier is hem dus. Nou, deze man, die wil mij dus met een lode pijp of zo. Verkeer? Een ijzeren pijp. Slaan. Hè? Nou, dat moet hij vooral lekker doen. Moet hij vooral langskomen. Ik woon op de Rodeburgstraat nummer 3-3. En ik ga niet vertellen hoeveel oud-militairen hier ook wonen in dit trappenhuis. Maar ik kom vooral langs, jongen. Café De Wacht zit ik ook. Moet je met je ijzeren pijp langskomen? Moet je mij van mijn scooter afmappen? Behalve dat ik geen scooter heb. En waarom zeg je het dan? Waar heb je het over? Lullo. Hey, dit is wel heel makkelijk, weet je wel. Ik ben ermee gestopt na 10 minuten. Wat denk je dat je hier over jezelf zegt? En jij maakt hier een fucking typfout, jongen. Schrijf dan gewoon minuten, punt. Ja, als je me toch uit wil schelden en met mijn ijzeren pijp van mijn scooter af wil rammen, ja, schrijf dan minimaal normaal Nederlands. Hè? Huh? Min, punt. Nee, lul. Je zegt minuten en dan punt. En dan krijg je een nieuwe. En dan die 10, dan moet je gaan zeggen T-I-E-N. Ja. En dan geef je gewoon goed te kennen dat jij niet bereid bent om gewoon dat wat ik te vertellen heb. Omdat je dat uit wil luisteren. Ja. Fokken, dan ben ik mijn ding kwijt. Wat heb ik nou weer gedaan? Lekker te renten. Dan gaat alles mis. Maar ik was hier. Ja. Ik weet het nog wel. Loading, ja. Read more. Nee, serieus, meneer Simply Limbo. Misschien vind ik je wel een hele aardige vent. En dat je er moeite mee hebt dat ik dat requisitor van Henk J. Maus, daar heb ik 15 uur in gestopt qua output. En daar heb ik dus iets van 45 uur ingestopt om dat hele werk te fileren. En jij geeft mij na 10 minuten een oordeel zonder dat jij Nederlands schrijft. Wat wil je dan? Ik heb het er juist over dat Henk J. Maus geen Nederlands schrijft. En jij gaat mij een beetje laten vertellen van ja, je moet gewoon lekker dat maakt een horenfiets. Hey, lul. Schrijf netjes Nederlands. En wat is dit dan? Deze tekst s bedoelt. Wat is s? Wat voor Nederlands is dit? Dan gaat hij weer uit beeld. Oké. Okay. Als ik hem zo doe en dan ga ik zo. Nee, dat kan ook niet. Nou, dan moet je terug. Ik leer het hem al een keer. Terug hier. Ik krijg die tekst gewoon niet groot genoeg. Sorry voor de rommeligheid. Kijk, als je zegt do, ja, daar ging het mij om. Dat is Fries. Ja. En jij, dat is Nederlands. Ja. En waarom zet je hier dan dubbele quotes neer? En waarom doe je do zonder quotes? En iedereen met een half verstand. Wil je mij beledigen?
Wil jij zeggen dat ik minder dan een half verstand heb? Waarom zeg je niet gewoon Perry Franciscus Martinus Winkel, wonende op de Rodeburgstraat 3-3 te Arnhem, is een akel? Zeg dat dan gewoon. Je onderbouwt helemaal niks. Je bent ermee gestopt na 10 minuten. Oh ja joh. En dat leuke stuk aan het einde, dat wil je helemaal niet horen. Nee, na 10 minuten heb je al zo'n kop. Ik ga een ijzeren pijp pakken en dan ga ik Perry Franciscus Martinus Winkel van zijn scooter aframmen met zijn kop. Hè? En dit is ook een verschrikkelijke fout. Kijk, als je dan. Ja, hier gebruik je een enkele quote. Hè? Ja, en waarom hier enkel en daar dubbel? Ja? Ik weet het echt niet, jongen. En dan heb je hier een enkele quote openen, daar enkele quote sluiten. En dan hier heb je haakje openen en dan hier sluiten. Ja? En dan heb je hier een spatie voor staan. Squeeze me, waarom doe je wel een spatie na je haakje openen en geen spatie voor je haakje sluiten? En waarom staat er bij ens geen punt achter? Dit is toch een afkorting? En waarom staat hier een met hoofdletters? Wat ben je aan het doen, jongen? Je kan ook Swahili's commentaar geven. In elk geval, je loopt zoveel onzin erbij te halen, dat ik dit nog wel een keer kijk als ik knetterstoond ben. Met een T. Waar loop je mij hiervan te betichten? Omdat ik een checkje rook, ben ik stoned? Sorry? En dat weet jij? Jij hebt. Ik kan namelijk niet pinnen hier bij de koffieshop. Maar hoezo weet je dat ik wel eens hash koop? Oh! En dus dat ik dit nog wel een keer kijk als ik knetterstoond ben. Dan moet je die thee moet je weghalen, meneer Simply Limbo. En die mist ook gewoon een punt, want je hebt hier een einde van een zin. En zoals jij aan die aansteker te horen, dat slaat dus helemaal nergens op. Want misschien was ik wel vaccinelichtjes aan het aansteken. Hoezo was ik knetterstoned? En na 10 minuten wist je dat al. En al die uren die ik besteed heb aan het fileren van dat ongelooflijk smerige pornografische werk van Henk J. Maus, daar ga jij me over lopen afzeiken. Nou, knap van je, jongen. En er staat hier, kijk gewoon Wim Dankbaar zijn video. Hier missen twee hoofdletters, meneer Simply Limbo. Dit had een hoofdletter moeten zijn. En dit had een hoofdletter moeten zijn, want het gaat hier over de naam van een mens. Hè? Hier heb je hoofdletters wel. Daar heb je hoofdletters ook. Die do heb je ook een hoofdletter. Hier, hè? Maar dan hier niet. Ik wil niet zeggen, ik heb niets ten nadele van jou, Simply Limbo. Maar als je mij wil afzeiken, en dat mag. Jij mag mij helemaal onder de huid halen, jongen. Nou, kom met dingen. Zeg dan op minuut zoveel, zoveel seconden, daar lul je uit je nek. Zeg dat dan gewoon. En ga maar niet doorsturen naar de video's van Wim Dankbaar. Want Wim Dankbaar heeft niet een video. Nee, Wim Dankbaar heeft een hele hoop video's. Waaronder video's die ik niet zo heel geweldig vind. En dat is mijn mening. En die onderbouw ik. Maar haal mij dan onderbouwd onderuit. En hoezo ben ik dan sneller en alles is coherent? Wat is coherent? Wat bedoel je ermee? En wat is feitelijk? Feit Mustafa? Ali ha ha ha?
En dan no offense, maar deze aanpak heb ik weinig mee. Oh ja, en waar ben jij dan mee bezig, jongen? Wat heb jij dan ontdekt? Ja. Ik zou gewoon echt zeggen, je moet tegen mij niet gaan lopen dreigen om mij met een ijzeren pijp van mijn scooter af te meppen. Dat is niet zo. Ja, no offense, jongen. Maar dan jaag je mij geen angst mee aan. Snap je dat? Je moet juist dit soort dingen opschrijven. En als ik de volgende keer aangepakt word, dan kan ik altijd zeggen dat jij het gedaan hebt. Ekel. No offense, hoor. Helemaal geen offense, jongen. Maar je Nederlands deugt niet. En de volgende keer dat je gaat typen, dan moet je gewoon typen eerst in. Het ligt aan of je een Mac hebt of een Word machine. Microsoft Word, Microsoft dinges. Heb je WordPad. Ja. En eerst in WordPad typen. En dan na een half uurtje ga je het eventjes nog even nalezen. Hè? En dus als je een haakje open doet, daar hoort geen spatie achter. Ja. En na een punt wel. En de enkele quote en de dubbele quote, die worden in het Nederlands op een bepaalde manier gebruikt. Ja, ga naar woordenboek.nl of zo. Stijlprogramma.com. En ga mij niet langer in het Swahili's lopen afzeiken. Anders krijg je weer zo'n reactie als dit, snap je dat? Je mag best, hoor. Dan moet ik jou gewoon gecontroleerde oppositie. Ga je lekker mij lopen afzeiken en dan kan ik de mensen lopen vertellen dat jij geen Nederlands kan schrijven. En wie is er dan knetterstonet? Dus dank je wel voor je reactie, meneer Simply Limbo, van een week geleden. Ik hoop dat dit leuk wordt en dat ik hem echt ga publiceren. Nou. En op zijn hamburgers, dan zeg ik tjus. En tegen jullie allemaal. En ook tegen Simply Limbo. Want die kan natuurlijk ook helemaal niks aan doen. Die heeft gewoon geen Nederlands geleerd. Maar ook tegen hem. Ja. Er werd vandaag tegen mij gezegd. Er was een hele mooie vrouw met heel mooi blond haar. En die zei, ik hou zelfs van Perry. Ja, dat was een van de liefste dingen die dit jaar, het jaar is nog maar net begonnen. Maar een van de liefste dingen die tegen mij gezegd is. Dus ook tegen Simply Limbo. En die jouwe. En al die anderen die naar me luisteren. Dag lieverds.